Dag lieve vrienden, hoe is het bij jullie? Hier is het, ik kijk ernaar uit dat dit jaar voorbij is. Volgend jaar kan niet veel slechter worden dan dit jaar. Tenminste niet met mij hoor, maar met de samenleving, met het gebeuren allemaal. Ik word er helemaal gek van. Ik word er helemaal gestoord van. Maar goed, bijna kerst. Vinden jullie kerst nou leuk? Ik vind kerst wel leuk, omdat ik van koken hou. Dus dat je lekker uitgebreid in de keuken kan staan. Zonder dat mensen zeggen van, waarom sta je zo uitgebreid in de keuken? Maar voor de rest... Ja. Maar misschien komt het ook omdat ik een beetje depressief ben geworden de laatste tijd. Dat ik eigenlijk niks meer leuk vind. Maar ja, misschien vinden jullie het wel leuk. Nou ja, wat doet er eigenlijk toe? Alvast een hele prettige kerst... En namens de hele crew van Jans Reviews. Ik noem mezelf, want voor de rest doet niemand hier aan mee. En ik noem natuurlijk mijn vriend Achmedje, die al die troep deelt opstuurt. Want wat zit er namelijk onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ik weet toevallig dat hij in Rusland was afgelopen week. Dus het zal wel Russisch zijn. Ja, ja. Toetjes. En niet zomaar toetjes. Waar ik al een spuughekel aan heb, maar vegan toetjes. Plantaardige variatie op vanillevla. Plantaardige variatie op chocoladevla. Double chocolate mousse plant-based. Plant-based chocolademousse, plant-based vanillevla, plant-based chocoladevla. Ik denk zomaar dat wij richting een samenleving glijden, waar heel veel weggaat en heel veel stuk gaat. En wat we overhouden is niet wat we willen. Namelijk een soort samenleving zoals GroenLinksers dat willen. Ja, dat is een hele vervelende samenleving waar niets meer is wat leuk is of wat lekker is of wat gezellig is. Het is een hele vervelende, nare, communistische staat waar alles voor je wordt bepaald en waar mensen de hele tijd zedenleer aan het prediken zijn. Die dan de hele tijd zeggen, ja, maar dat mag niet. En dat is niet gezond. En dat is niet leuk om te denken. En dat is niet leuk om te zeggen. En dat mag je niet vinden. En die grapjes mogen ook niet. En als jij chocoladevla eet, vriend, ja, dan komt dat dus niet uit een koe. Want die koe, die is ook een keer aan vakantie toe. Er was laatst... In de Volkskrant stond de laatste zaal weer zo'n GroenLinks type. Die schreef een ingezonden brief dat koeien misbruikt werden omdat die nooit op vakantie mochten en ook geen vakantiegeld kregen. En dan denk je, het is een grappie. He, er staat onder Theo Maas of wat dan ook. Nee, er staat een vrouw van GroenLinks. Die vindt dat echt. Die zit dus op die bank en die zegt, ja, het is toch eigenlijk van de gekken dat die koeien maar dat melk moeten geven terwijl ze niet eens vakantiedagen kunnen opnemen. Dat ze niet eens met wat vakantiegeld lekker naar de Canarische eilanden kunnen. Om eens eventjes lekker op het strand te gaan liggen. Voorbij komen van al het melk geven. Dat denken die mensen echt. Deze mensen die denken dat dus echt. En wat krijg je nu? De hele tijd van dit soort spullen. Prima als jij zegt op een gegeven moment van ja, ik wil dat niet. Want het is misbruik van een koe. En ik neem geen honing, want die arme bijtjes. Prima, prima. Waarom wordt dat zo'n beetje de basis? Waarom zie je overal dit soort shit opkomen? Terwijl vroeger gingen die mensen naar de vormwinkel met al die andere ongezonde, magere mensen. Die gingen daar in de rij staan voor heel gezond eten met hun groen-grauwe kop. Prima. Maar waarom moet dit nu basis worden? Waarom moeten wij dus op een gegeven moment allemaal aan dit soort onzin? Ik wil vla van een koe. Chocoladevla van een koe. Vanillevla van een koe. Chocolademoes waar zuivel in verwerkt zit. En dan gaan we het allemaal plant-based doen, want dat is allemaal zo gezond, hè. Dat zijn dezelfde mensen die altijd roepen, ja, we doen het gezond, want ik vind het zielig ook voor de koe, en we doen het gezond, we drinken sojamelk. Godverdomme, een hele regenwoud wordt gekapt voor sojaplantages.
Maar ja, daar heb je het dan niet over. Dat zijn dezelfde mensen die dan in een elektrische auto rijden en zeggen... Ja, kijk, ik rijd in een elektrische auto, dat is niet vervuilend, want ik doe er geen benzine in. Oh, waar komt die energie vandaan, denk je? Ja? Komt die zo uit de lucht vallen? Nee, die komt uit een elektriciteitscentrale. Die draait meestal op gas. En als het even misgaat op kolen, want die hebben we namelijk ook nog. Ja? Maar goed, daar lullen we dan niet over. Nee, want oh god, wat ben je toch lekker bezig in je Prius. Enfin. Misschien is het wel heel lekker. Ik vind toetjes niet per definitie de allerleukste afsluiting van een dinertje. Ik heb weinig met zoet. Dat is gewoon wat het is. En jullie kennen dat verhaal ook wel, dus ga het niet nog een keer vertellen. Ik heb altijd zoiets als je zo lekker heb iets lekkers gegeten. Meestal een dood dier eet ik. Ja, veganistische mensen. Jullie vinden dan dat koeien bijvoorbeeld vakantiegeld moeten. Ik vind dat een koe, tenminste een deel van zijn kont, gebakken om een bord moet liggen. Met een beetje knoflook. Ja, verschillen moeten er zijn. Ik heb zo'n lekkere smaak van het eten. En een mooie voorgerechten, mooie hoofdgerechten. En dan krijg ik iets van met ijs en chocola en sauzen. Ja, dan smaakt mijn hele waffel naar zoetigheid. En één grote suikerbek. Ja, dat vind ik gewoon zonde. Maar goed, dat ben ik in. Want ik bedoel, ik heb ook een rare gewoonte, dus laten we eerlijk wezen. Dus ik bestel geen toetje, laat staan een veganistisch toetje. Maar we gaan gewoon proeven. Want ik zei al vaker, misschien is het wel gewoon lekker. Want we hebben ook wel eens dingen geroepen van vegetarische dingen. Van gadverdamme, dat kan niet zijn. Ik vond verdikken nog de vegetarische hamburger van McDonald's. Geloof ik het lekkerste wat ik heb gegeten in een jaar. Alles kan. Ik wil zeggen, de meeste dromen zijn bedrog. Maar dat zeggen we maar niet meer. Floppie, bakjes, lepeltjes. De vanillevla. Zonder dat het echt vanillevla is. Het ziet er wel uit, de vanillevla wat dikker, maar oké, prima. Van de Alpro. De chocoladevla. Van de Alpro. Ja. Nou, ja. Het ziet er ook uit, de chocoladevla is wat dikker. Hier. De chocolademoes van de Alpro in een leuk potje. Ook hartstikke leuk en gezellig. Ook heel open. Ja, en dat ziet er dan zo uit. Lekker. Weet ik niet. Ik begin wel bij de vanillevla. Vanillevla, plant-based. Hoe noemen ze dat zelf ook alweer? Plantaardige variatie op vanillevla. Het is dus weer helemaal niet vies. Het smaakt echt naar vanille. Het smaakt echt naar vanillevla. Je ergens zit er een smaakje aan dat je denkt, hé, dit is een nieuw smaakje in mijn vanillevla. Maar het is verschrikkelijk om te zeggen. Het is hartstikke lekker. Nou, dan gaan we naar de plantaardige variatie op chocoladevla. Ik mag wel leiden dat dit smerig is. Het ziet er wel donker uit en dan gebruiken ze meestal goede cacao. Het zal er niet. Hier proef je echt het verschil niet. Het is een gewone chocoladevla. En deze vla. Misschien is het nog wel wat lekkerder, want de chocoladesmaak is lekkerder. Verdomme. Nou, dan mag ik toch leiden dat die chocolademousse niet tevreden is. Dubbel chocolate mousse, plant-based. Het ziet eruit als chocolademousse. Hartstikke lekker. Het is hartstikke lekker, alle drie. Verschrikkelijk. Tijd voor de cijfertjes. En cijfertjes, ja, die worden dus hoog. Ik kan het natuurlijk wel allemaal een 3 geven, maar dat slaat natuurlijk ook allemaal nergens op. De vanillevla, plantaardig. Dat is gewoon 7. Prima vanillevla. De chocolademousse, plantaardig, van de Alpro. Dat is ook een 7. Prima chocolademousse. En de chocoladevla... is gewoon een 8 van de Alpro. Ook plantaardig. Ja,
hele verhaal de mist in, maar goed, het zal wel. Ik wens iedereen een hele prettige kerst en maak er iets moois van in 2022. Of we zien elkaar ervoor al. Nou ja, komt dat maar goed. Nou, dag. Godzijdank, eigenlijk.